In deze video gaan we kijken naar de tweede wet van Newton. Ik ga hem kort uitleggen en daarna gaan we hem toepassen in een situatie. Nou, wat zegt nu de tweede wet van Newton? Die zegt het volgende: wanneer er een resulterende kracht op een voorwerp werkt, en dat mag je ook netto kracht noemen of somkracht, dan zal dat voorwerp gaan versnellen. En dan moet je bij opletten dat de versnelling dan ook in dezelfde richting zal zijn als de richting van de resulterende kracht. Want zowel de kracht als de versnelling. Uh, dat zijn allebei grootheden die zowel een grootte hebben als een richting. Oftewel, dat zijn vectoren. En daarom ook die twee pijltjes boven de grootheden. Nou, dit is uh, vrij simpel uitgelegd. We gaan het uh, verduidelijken met een situatie. En de situatie is als volgt: ik heb een auto en die auto trekt een kar. En om hiermee te kunnen rekenen, heb ik natuurlijk nog gegevens nodig. Nou, ik zet ze er even bij. Op de auto werkt een Wrijvingskracht en die wrijvingskracht bestaat uit de luchtwrijving en rolwrijving die samen 200 N groot is. Op het karretje werkt een totale wrijvingskracht van 100 N. Uh, in de auto zit natuurlijk een motor en die motor zorgt voor een motorkracht van 700 N. Nou, daarnaast heeft de auto ook een massa, 800 kg, en het karretje een massa van 400 kg. Ik ga nu de auto en het karretje samen zien als één voorwerp. En ik ga alle krachten die op dat voorwerp werken bij elkaar optellen. Altijd wanneer je dat doet, moet je voor jezelf altijd duidelijk hebben in welke richting je de kracht. In dit geval is het een kracht natuurlijk, je de kracht als positief gaat zien en in welke richting als negatief. Nou, omdat de auto naar links rijdt, ben ik ook geneigd om richting naar links om die positief te noemen. Nou, dan heb ik dus te maken met een plus 700 N-kracht en twee krachten die negatieve waarde hebben. Min 200 en min 100. Ik kan nu uitrekenen. Hoe groot de resulterende kracht is op auto en karretje samen. En die is uh, 400 N groot en naar links gericht. Dus uh, de auto en het karretje gaan naar links versnellen. Nu ik eenmaal de resulterende kracht heb berekend, kan ik natuurlijk ook de grootte van de versnelling berekenen. Want die is gelijk aan kracht gedeeld door massa. En als ik dat doe, dan zie ik dat de auto en het karretje allebei gaan versnellen. Met een versnelling van 0,333 meter per seconde in het kwadraat. Je zou nu ook kunnen gaan kijken naar goh, wat gebeurt er nu als ik bijvoorbeeld alleen ga kijken naar het karretje? Nou, dat gaan we ook even doen. Dus ik uh, haal even de auto een beetje weg en ik ga me richten op het karretje. Op het karretje werkt een wrijvingskracht, een totale wrijvingskracht van 100 Newton. En we weten natuurlijk dat het karretje aan het versnellen is, want het karretje zit vast aan die auto en samen gaan ze versnellen en de versnelling die is 0,333 meter per seconde in het kwadraat. Met deze gegevens kan ik uit gaan rekenen hoe groot de resulterende kracht op het karretje zal moeten zijn. Want ik gebruik weer de tweede wet van Newton. Uh, die luidt f is m a. Uh, de massa van het karretje is 400 kilogram. a is 0,333 meter per seconde in het kwadraat als ik dat vermenigvuldig. Dan krijg ik een resulterende kracht van 133 Newton. Ik heb er expres een plusje bij gezet. Die kracht staat dus wel naar links gericht. Dan moet je even goed gaan nadenken. Ja, op dat karretje. Welke kracht werkt er nog meer op dat karretje? Ja, dat karretje zit natuurlijk vast aan de auto. En de auto zal een trekkracht uitoefenen op het karretje. En we kunnen ook zelfs gaan uitrekenen hoe groot de trekkracht moet zijn. Want de trekkracht samen met de totale weerstandskracht moet een kracht van 133 N naar links opleveren. Nou, als ik dat uitschrijf, en dat zie je in de tweede regel staan, dan kom ik tot de conclusie, omdat ik de weerstandskracht als min 100 moet meerekenen, dat de trekkracht 100 new newton groter zal moeten zijn dan de resulterende kracht, oftewel 233 newton. En ik heb er weer een plusje bij gezet, want die trekkracht moet natuurlijk wel naar links staan.